Burgers met een basiszorgverzekering krijgen geen lagere dekking van de overheid. Dit benadrukte minister Patrick Pengel van Volksgezondheid gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in DNA. Hij zei dit naar aanleiding van zijn dinsdag gehouden betoog, waarin hij stelde dat de financiering van dure medische ingrepen uit de basiszorgverzekering zal worden gehaald. Pengel merkte op dat zijn uitspraken niet goed zijn begrepen. Hij vond het daarom nodig verduidelijking te brengen in dit vraagstuk. Het is op geen enkele manier de bedoeling dat we de mensen die basiszorgverzekerd zijn een lagere dekking geven. We willen een zo compleet mogelijk pakket behouden. Het gaat echt, de discussie gaat over de duurzame financiering van het pakket. Dus dat we een ander fonds, een ander financieringsmodel willen creëren voor de duurdere zorg. Laten we het een fonds noemen. Dat we bij, noem maar een voorbeeld, SZF neerzetten. En dat we het fonds voeden met uitmiddelen die we bijvoorbeeld vergaren uit belastingen op, noem maar op suiker, zout, suikerhoudende dranken, snacks met verzadigde vetten, etc. Misschien zelfs ook kleine microbetalingen. Bijvoorbeeld 1 SRD per receptregel, zoals we dat kenden bij het SZF. En misschien andere bronnen, casinobelasting, noem maar op. Maar in elk geval dat we de gebruiker, laten we zeggen misbruiker van genotsmiddelen, tabak, dat we die laten meebetalen aan de later, aan de duurdere zorg. Minister Pengel zegt verder dat de regering ook streeft naar de afschaffing van bijbetalingen voor onder meer medicijnen voor chronische ziekten. Basiszorgpremie die in de premiepot komt, moet de volledige basiszorg dekken. Alle andere luxe zorg, specialistische zorg, dan denken we bijvoorbeeld aan kankertherapie, nierdialyse, die op dit moment ondergefinancierd zijn. Sommige dialysepatiënten zijn, stel je voor ze beginnen te dialyseren in januari, dan dekt het budget binnen de verzekering tot en met september. Waar moeten deze mensen naartoe? Ze moeten dialyseren en we kunnen onmogelijk van deze mensen verwachten dat ze voor de rest van het jaar 50.000 SRD op tafel leggen om de rest van het jaar te financieren. De overheid staat op dit moment garant, maar als we dat nog steeds uit diezelfde premiepot doen, is de premiepot veel sneller op. Minister van Volksgezondheid Patrick Pengel gisteren tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in het parlement. Hij benadrukt dat basiszorgverzekerden geen lagere dekking krijgen voor de premie die zij betalen.